Ik rij 8 in jouw wiel. Oké, daar gaan we. Oh my god. Ben je streng? Nee, voor de bocht. Deze keer duik ik met clubgenoten in het baanwielrennen van de jaren 80. Want we hebben echt weer een fantastisch kampioen gevonden. Hij staat op deze foto. Dit is wielervereniging Reto, de ren- en toeristenclub Oosten uit Arnhem. Het was een heel hecht en fanatiek team en dat kwam mede door de betrokken ouders. En in dit team zaten twee Harry's. Deze Harry is nog steeds een heel fanatiek mechanicien en hij sleutelde onder andere aan de fiets van Marianne Vos. En deze Harry die stapte van de wielersport over naar American Football en werd daarmee zelfs Europees kampioen met de Düsseldorf Panthers. En dit is mijn hoofdgast van vandaag, Leo Pelen. Hij begon met fietsen op de weg, maar op de baan kon hij nog veel harder. Zo hard dat hij zelfs een zilveren medaille won tijdens de Olympische Spelen. En vandaag mag ik hem en zijn oude team Reto weer bij elkaar brengen. Ja, dat was een hele leuke jongen vroeger. Ja, ik weet niet hoe die nu is, maar... Leo was niet bij te houden. Ik heb hem vandaag toevallig aan de voorkant gezien, maar normaal keek ik altijd alleen maar op zijn rug. Nou, we hebben een tijdje verkering gehad als, ik geloof, 10-11-jarige. Dus dat duurde nog best wel een hele tijd. Die reed gelijk in het begin, reed hij al voor in het peloton. Dus daar heb ik eigenlijk weinig moeienissen mee gehad om er een echte wielrenner van te maken. Gelijk vanaf het begin van fietste hij eigenlijk voor in mee. Ja, waar ik eigenlijk de meeste moeite had toen bij de jeugd begonnen. Ja, daar pakte hij het snel op. En hij had ook een hele grote invloed op de andere renners, zeg maar. Die keken ook tegen hem op natuurlijk. Want Leo, ja, die was het helemaal. Die kon echt hard fietsen. Het zag eruit als, alsof hem niks kostte eigenlijk. Ja. Leo Pelen wordt in 1968 in Arnhem geboren. Hij begint als voetballertje, maar als broer Rick van zijn fietsgekke vader een racefiets krijgt, fietst Leo ook al snel mee op zijn gewone fiets. Dat wordt vervolgens beloond met zijn eigen racefiets en Pelen blijkt al snel een goede tijdrijder te zijn. Op zijn 15e wordt hij Nederlands kampioen met de puntenkoers op de baan. Bij de junioren wint hij vele criteriums en jeugdrondes. En op zijn 20e verrast Pelen vriend en vijand door op de Olympische Spelen in Seoul een zilveren medaille te halen bij het baanwielrennen. Deze twee mannen hebben de wedstrijd gedomineerd. Dan Prost uit Denemarken en Leo Pelen uit Nederland. Goud en zilver. Wat een fantastisch resultaat voor deze Leo Pelen. De silver medalist, Leo Pelen of the Netherlands. Het jaar erna wordt hij derde op het WK en in totaal zal Leo 5 keer Nederlands kampioen worden. Pelen besluit vervolgens al op zijn 25e te stoppen met wielrennen om in het bedrijf van zijn vader te gaan werken. Leo, dit was jouw oude team. Wat was dit voor groep? Allereerst, wielrennen is de jeugd is 8 tot en met 14 jaar, dus dat is een gigantisch verschil. En toch, zoals de groep bij elkaar staat, er was wel een verbondenheid. Want je hoorde bij een vereniging en je kwam iedere week weer dezelfde wielrenners van de andere verenigingen tegen. En je was in de wedstrijd concurrent en buiten de wedstrijden waren je ook gewoon vrienden. Dus een hele, hele prettige sfeer. Ouders zaten naast elkaar langs de baan te kijken of langs het parcours te kijken. Dus ik heb daar hele, hele prettige herinneringen aan dat het gewoon toch ook een vriendenclub was. Terwijl je niet met iedereen altijd evenveel contact had, maar... Zo de gezichten weer zie, dan komt er wel een heleboel boven. Leuk, spannend. Kom, we gaan naar binnen. Kijk, hier moeten we in volgens mij. Hier, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Leo, ik wil jou heel graag een paar filmpjes laten zien van een aantal oud-ploeggenoten. En de eerste is over Harry Langeboog. En die blijkt in een andere sport heel erg goed te zijn. Harry Langebach is leidinggevende bij een groothandel in kantoorartikelen in Beuningen. Harry fietste vroeger veel en trainde keihard, maar echte resultaten die bleven uit. En dus zocht hij een andere sport.
Ik was toen zelf een jaar of 18. En toen had ik vrienden, die gingen uit. En dat was ook wel interessant. Toen ben ik eigenlijk gestopt met wielrennen. Toen zei een neef van mij, die zei van Harry, ik heb nu een sport ontdekt. Zulke schouders, helmen op, helemaal geweldig. En vanaf dat moment verslaafd. Het was natuurlijk stoer. Ook als je naar de vereniging toe ging, de schouders over de tas heen hangen, helm in de hand. Ja, dan was je de man. En dat zie je nu nog steeds, dat trek jongelui. En dat trok mij ook. Op een gegeven moment ben ik in Düsseldorf terechtgekomen. En daar leeft die sport zo enorm. Dat heb je in eerste instantie niet in de gaten. Je gaat erheen om het spelletje te spelen. Dat is je leven, daar doe je het voor. En ik vergeet nooit, mijn eerste wedstrijd was in Hamburg. En dan zit je ineens, je gaat het veld op voor 20.000 mensen. Ik grüße ganz Holland. Harry behaalt zijn grootste succes in 1995 als hij als nummer 52 met de Düsseldorf Panthers Europees kampioen clubteams wordt. Ja, das war eine etwas falsche Information vom Stadionsprecher, die 52, der Düsseldorf Panther, der hat sich nicht verletzt. Harry Langenbach, der wollte Hutchinson einfach nicht mehr rauslassen, was man ja auch verstehen kann. Als je in Düsseldorf loopt, dan was het, hey Harry, ik kende ze niet, maar ze kenden mij wel. Ja, dat is heel apart. Dat ben je in Nederland niet gewend. Ik heb ook altijd even moeite gehad, zoals ik zeg, in Duitsland was je het mannetje en als je de grens overkwam in Nederland was je een niets. Het onbekende persoon, ja. En daar heb ik wel verschrikkelijk veel moeite mee gehad. Die Düsseldorf Panther sind als erstes deutsches Team Euro Bowl Sieger 1995 und das im Gottlieb Daimler Stadion hier in Stuttgart. Mijn vader nam me wel kwalijk dat ik in de tijd stopte met wielrennen. En toen ik Amerika voetbal ging doen, hij gaf daar eerste instantie geen aandacht aan. Vervolgens ging zijn zoon wel iets bereiken in de sport. En dat trok hem toch heel langzaam. Als ik thuis wedstrijden had in Düsseldorf, dan was hij er wel. Ja, dat vind ik eigenlijk wel het mooiste, dat die oude er altijd weer stond. Ik vind het heel opmerkelijk dat ook de vader van Harry teleurgesteld was toen hij met wielrennen stopte. En later dan weer ziet dat zijn zoon wat bereikt in de sport. Dat ontroert me. Terwijl Harry wel zijn eigen weg gegaan is en iets is gaan doen wat hij blijkbaar heel mooi vond. Wist je het? Ik wist wel dat hij Amerikaan voetbal deed, maar het succes in 95, dat heeft mij niet bereikt. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind het echt fantastisch. Harry was wel, vanochtend ook, straks die foto zag. Ik denk van ja, het was wel een van de spraakmakende jongens binnen de club. Kun je dat een beetje specificeren? Waarom was hij zo spraakmakend? Nou ja, het was wel een Arnhems lefgozertje. Die echt uit het centrum met Klarendal. En ik vond het wel een mooie figuur, ja. Wat is nou het grote verschil tussen baanwielrennen en buiten? De wedstrijden zijn korter. En dat heeft ook wel te maken met het feit, stel je dat je op de weg rijdt. Ja. En er rijdt iemand die demareert. Maar je moet nog 100 kilometer en hij pakt een minuut. Nou, bij het peloton op een gegeven moment rijden, rijdt een minuut dicht. Als je hier 15 seconden pakt, dan ben je aangesloten bij het peloton. Je woont ook onder voorsprong. En die pakken ze je niet zomaar meer af. Want dan moeten ze jou er weer afrijden. Dus je moet, het komt veel meer, zodra er gedemareerd wordt, je moet of direct reageren, of je bent te laat. En waarom vond jij dit leuker? Ik denk dat dat te maken heeft met de spanningsboog. Ik heb ook op de weg gereden dat je klassiekers reed van 160 kilometer. Het eerste uur helemaal van voren. Yeah. En dan denk je van, nou, de slag valt nog lang niet. En dan liet je een stukje terugzakken. En dan is gewoon de focus weg. En dan reed mijn kopgroep weg. En dit was, het puntenkoers was bij de amateurs Olympische Spelen 50 kilometer, dus dat is een uurtje.
Dus een spanningsboog, hup, en een uur later klaar. Heb jij gewoon niet zo'n hele lange spanningsboog? Nee. Nee, oké. Okay. Part-time werken. Oké, laten we het gaan proberen. Ik vind het spannend. Ik krijg een jeugdfiets. Weet je, toen ik begon was ik 10 jaar oud. Ja. Ik denk dat dat de maat was en een paar weken later had ik al een grotere. Oké. Okay. Ja, zo is het alles goed. Dat is allemaal goed, ja. Rij je, Leo. Oké, okay, daar gaan we. Gewoon gaan fietsen. Jij komt uit een echte wielerfamilie. Je broer fietst, je vader. Je bent een neef van Kenny van Hummel, dat is ook een prof. Wat hebben jullie met dat fietsen? Het begint dan bij mijn vader, begin jaren 50. Dus bij ons thuis stonden er wel een paar bekers op de kast. En een paar van die mooie zilveren lauwerkransjes. Dus ja, mijn broer ging fietsen en ik zag hem een paar keer met mijn vader weggaan. En het was niet om het fietsen, maar het was voor mijn gevoel om bij mijn vader in de buurt te zijn en ook samen te trainen. En ja, dan als je eenmaal het bacil hebt, dan blijft die tieren. Ja. Dus je bent eigenlijk gaan fietsen zodat je wat dichter bij je vader in de buurt was? Ja, ik denk gewoon de jaloezie dat mijn broer een paar keer in de week met mijn vader op pad ging en ik niet. Even met jou kijken naar jouw zilveren Olympische race in Seoul. Met de vraag of je daar dan ook meteen commentaar bij wil leveren. Geheel onverwacht een zilveren medaille bij het baanwielrennen. Ja, ik stond echt aan de start. Ik wist wat ik wilde. Mm-hmm. Ik wist ook dat ik het rondewinst moest gaan halen. Wij hadden getraind voor de ploegenachtervolging. En dat betekent dat ik heel veel inhoud had, maar mijn sprintvermogen iets minder was. En daarom reed ik ook met een dicht achterwiel. Ik ben de initiatiefnemer geweest van de tweede ontsnapping. Mm-hmm. Dat is deze. Daar krijg ik Frankie Andreu en Giovanni Lombardi mee. En daar sloot ook de latere winnaar Dan Frost aan. En later nog een keer dat we weer met een andere nog een keer een ronde pakten. Ja, en dan weet je eigenlijk in die wedstrijd al dat je in de medailles gaat rijden. De silver medalist, Leo Pelen of the Netherlands. Woehoe! Blijf ik altijd zo'n mooi moment vinden. Ja. Ik zou hem graag overdoen. Ja? Ja, je bent je er niet van bewust van wat er op dat moment eigenlijk gebeurt. Dus ik was me er niet bewust van wat er gebeurt. Nee. Hoe komt dat? Ja, ik was 20. Je mist zoveel levenservaring als je nog niet ten volle beseft wat er gebeurd is. Maar ook niet ten volle durft te uiten. Dus ik was ook wel een beetje timide als je me daar zo ziet. En denk je, ja, staat een manneke. Is die wel echt blij, denk je? Ja, nee, ik was van binnen, het loeide aan alle kanten. Ja. Ja. Maar want ook naar mijn vader. Wat voor gevoel is het? De eerste gedachte was van... En hoe reageerde je vader? Ja, die zat in Nederland ergens op de camping, ergens in Limburg. En wij zaten in Seoul, maar ja, weet je, er was verbinding. Ik weet precies wat mijn vader op dat moment dacht. Want wat dacht hij? Ik wist het wel. Ik wist dat je het kon. Ja, mijn vader heeft, ja goed, het is het gevoel, mijn vader heeft geloof gehad altijd in mij. Fantastische man. Ja. Ja. Ja, nog steeds. Nog steeds. Ja. Het is in alles zo gesteund worden om... waar we toen van allemaal van dachten dat het mijn droom was. En het was natuurlijk ook. Om dat na te jagen. In alles te ondersteunen. Natuurlijk, mijn vader is ook wel eens boos op me geweest. Als ik echt niet mijn best deed, dan heeft hij er echt wel wat van gezegd. En ik weet ook dat dat bij mij zo verschrikkelijk hard binnenkwam als mijn vader teleurgesteld was in mij. Maar ja, het was ook niet alleen mijn droom. Het is natuurlijk ook een deel zijn droom. Leo, we hebben een verrassing voor jou, want er is hier iemand. Ik ben heel benieuwd. Zie jij hier al iemand die je kent? Nee. Is hij ergens verstopt? Ik loop even door. Ah, jee. Kom, ik doe de deur voor jou. Ga naar binnen. Oh my God.
Hallo. Waar ben je? Dit is een bijzonder. Hallo, ja, ik zal me even voorstellen. Hoi. Ja. Ik ben Vrouwtje. Ja. Hallo Jan. Ja. Hoi. Ja. Wat geweldig dat je er bent. Ja. Jan, jij bent naast wielrenner, heb je ook ALS. Ja. En daardoor praat je een beetje moeilijker. Ja. Maar zou jij ons toch kunnen vertellen waarom jij zo'n bijzondere band hebt met Leo? Ja. Voor mij gedaan om mee te doen aan de doodhof. En ik heb zoveel ervan. Als ik het goed begreep, Olivert, hebben jullie samen de Mont Ventoux bedwongen. Ja. Nee, was heel bijzonder. Je kunt de Mont Ventoux van drie kanten op. Ja. Dus ik was 's morgens om 6 uur gestart, denk ik, en al 2 keer beklommen. En de 3e beklimming was dan op de tandem met Jan. Met het hele team Jan, al zijn vrienden. Op gewone racefietsen, mountainbikes erbij. Ja. En duwen. En ja, weet je, dan weet je, het kan 5 uur duren, het kan 6 uur duren, maar we gaan boven komen. En hoe lang duurde het? 3,5, 3 uur, zoiets. Ja. Maakt ook niet uit. Nee. Maar over de finish komen, ja, dat was. Dit is zo'n overwinning. Ja. ALS, wat dat betreft, wat een verschrikkelijke rotziekte. Ik heb gewoon de hele dag zitten praten. En volgens mij herkennen we heel veel in elkaars leven. Ook de mislukkingen, of dat nou met je werk was. Of de drempels waar je aanloopt in je huwelijk of wat dan ook. De moeite die je bijvoorbeeld hebt om het te zeggen. Dat was eigenlijk dat we al heel snel een band hadden. En heel veel dingen herkenden. En de immens diepe dankbaarheid die ik gewoon heb. Ik heb een gezond lijf, weet je. En dan mag ik dingen meemaken. En uiteindelijk, als je dan realiseert dat het mooiste wat je mee kunt maken is dat je denkt dat je een cadeautje geeft, maar uiteindelijk een cadeautje krijgt. En welk cadeau heb jij van Jan gekregen? Dat je, ook al heb je het idee dat er geen licht is aan het einde van de tunnel, leef dan niet alsof je in die tunnel leeft, maar leef gewoon. Ben er als vader voor je kinderen. Ben er als zoveel mogelijk als man voor je vrouw. En leef ten volle. En dat is wel een boodschap die hij mij gegeven heeft. En ten volle leven betekent voor mij dan ook dat ik, ja, wat ik dan kan geven, dat ik dat ook met liefde aan mijn omgeving en mensen moet geven. Ja. Het laatste filmpje wat ik je wil laten zien gaat over Harry. Nou, die ken je volgens mij heel goed. Je hebt met hem ook de Alpe d'Huez bedwongen. Ja. En nou, laten we even kijken. Harry Kremers uit Elst noemt zichzelf een hobbymechanicien. Hij maakt fietsen en bikes alsof het een lieve lust is. Thuis in de schuur. Kremers is weliswaar bescheiden, maar was ooit de mechanicien van een vrouwenploeg met Marianne Vos. Het is gewoon makkelijk, ja, een beetje no-nonsense. Heel mooi verhaaltje was waar we reden in Italië, de Trofeo Binda. En er was heel slecht weer voorspeld. En alle andere meiden riepen van, mijn carbonwielen moeten eruit, ik moet aluminium velgranden erin, want dat remt beter. Marianne zegt, laat me zitten, ik begin wel eerder te remmen. Ook een leuke meid, niet van ik ben het of zo, gewoon, ja, zoals Marianne is, gewoon heel rustig en niet op je vingers kijkende als je bezig bent. Gewoon te vertrouwen ook van het is goed op dat moment. Harry staat 3 avonden per week te sleutelen in de schuur. Hier in zijn eigen werkplaatsje onderhoudt en monteert hij de fiets van menig hobbywielrenner. Ja, en aan het eind van de avond of het eind van de week heb je resultaat. En dan, maak je wel iemand blij. Die dan weer een fiets heeft die lekker loopt, goed rijdt. En dan krijg je ook wel eens fietsen die onder de blubben, onder de zut zitten. En dan maken we dat weer mooi schoon. En dan nieuwe onderdeeltjes erop. En dan, dat vind ik het mooie eraan. Dat hij gewoon weer, dat de boel weer netjes eruit ziet. Harry heeft veel fietsen in zijn schuurtje staan, maar staat er ook een geschikte tussen voor Leo? Nou ja, in de ruimte hier niks, want Leo is punt 1 een stuk groter.
Uit mijn blote hoofd, volgens mij in 62, 63 reed hij altijd. Ja, en Leo is, sorry dat ik zeg Leo, maar toch ietsje zwaarder geworden. Dus ja, daar moeten toch wel goede wielen in, waardoor het wat steviger wordt. Maar hij kan nog steeds een aardig stukje fietsen als het erop aankomt. Ja, dat is mijn beste vriend. Mijn allerbeste vriend. Ja. Dus al 34 jaar. Vanaf die eerste dag, ik op mijn gewone fiets mee. En een week later had ik mijn racefietsje. En vanaf dat moment hebben we samen getraind. En samen kattenkwaad uitgehaald. En samen achter de meiden aangezeten. Alles samen. Het valt me op dat als je dan ook nu naar je beste vriend kijkt, die natuurlijk heel vaak spreekt, dat het ook weer emotioneel is op een bepaalde manier. Wat maakt dat, als je dat nu zo ziet, dat het je raakt? Ja, ik denk, zet de voetjes maar op de grond, leg je handjes maar eens open op schoot en zeg maar eens hardop van die en die is mijn beste vriend. Dat betekent gewoon ook heel veel. Iemand echt je beste vriend. Met een beste vriend, Harry kan het zeggen, maar die neem je mij zoals ik ben. Hij neemt mij zoals ik ben. En als het hem niet bevalt, dan durft hij het ook te zeggen. En dat maakt iemand een beste vriend. Heb je zin in de reunie? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Ja, ik heb tranen genoeg. Ja. Heerlijk. Raak me maar. Ja. Kom, gaan we doen. Clubgenoten, mag ik een heel hard applaus voor Leo Pelen? Ik ga voor aan beginnen. Hij is meteen eruit. Ja, maar nou. Ja, die ook. Die ook. Ja, we zien elkaar nooit, dat scheelt, hè? Mooi film, jongen. Ja. Vind je het wel? Schurisme. Schurisme, ja. Een broer. Mijn zoon. Hey, pap. Theo. Hoi, jongen. Te zien, een man. Hoi, hoi. Harry. Mooi om te zien, man. Ja, was het echt? Ja, nee. Is het goed? Ja, goed te zien. Ja, leuk. Ja. Ja. Is het goed? Ja, leuk. Ja. Nee. Dat is een koers. Ja, dankjewel. Je raakt in gesprek, je hoort een beetje wat iedereen is gaan doen. En het mag wel tot 1 uur duren nog, want volgens mij hebben we nog niet alles gehad. Maar ik word er echt vrolijk van. Ja, dat, zoals die meiden ook. Die, dat waren echt door zulke grietjes. Als je ze nou ziet, dan denk je van, zie, wat een meiden zijn er geworden, hè. Ja, en die gasten ook, bieren van kerels. Het is weer de moderne tijd. Maar ja, om ze dan toch weer aan het echt te zien, is toch wel heel erg leuk. Ik vind het gewoon heel erg leuk dat uit een, ja, toch een bijzondere tijd uit je jeugd, dat je al die mensen weer ziet. En ja, een aantal lijken nog op uit die tijd. En ja, het gaat gewoon weer door. Het is wel heel erg grappig. Ja, wat mooi. Hoe gaat het met je, hè? Ja, nee, dus mensen zo lang niet gezien, de meeste tenminste, zo lang niet gezien. En dan is het wel mooi om, volgens mij heb ik het mijn broer zelfs nog nooit gevraagd hoe hij die tijd beleefd heeft. Dus echt niet? Dat, nee, echt niet. Nee. Maar hoe is dat om een broer te hebben die dan altijd net een beetje beter is dan jij? Nou, ik ben wat dat betreft heel gemakkelijk. Ik kan het wel makkelijk accepteren. We willen deze foto opnieuw maken. En we snappen dat niet iedereen er is. Maar we gaan even de mensen op de goede plek neerzetten. Hier rechts, met Okke. Eerst Harry Kremers, ja? Met Okke er net voor. Zal jij er ook niet op, Arnold? Jawel, jawel. Hier. Hier vooraan, ja. Voor Monique dan. Dan gaan we maar naast zitten. Clubgenoten, zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja? Heel goed. Are you there? Dit was Clubgenoten met Leo Pelen. En volgende week heb ik Elvira Becks te gast. En zij is een oud-turnster. Zij deed ooit mee aan de Olympische Spelen in Barcelona. En haar mag ik weer in contact brengen met haar oude clubgenoten van de Hazenkamp in Nijmegen. Want ik hoop dat ik nog net een beetje beter kon turnen dan baanwielrennen. Nu ga ik even lekker een drankje drinken. Zo, Leo. Ik heb ook wel zin in zo'n lekker drankje. Ja. Ja. Cheese.